documentaire staat de restauratie van het Gemeentemuseum Den Haag centraal. In september 1995 werd een begin gemaakt met de restauratie. In oktober 1998 gingen na 2 jaar de deuren weer open voor het publiek. Laatste werk van architect Hendrik Petrus Berlage. Het behoort tot de belangrijkste jonge monumenten van Den Haag. Het museum kreeg internationale erkenning als voorbeeld van vernieuwende museumbouw. Het Gemeentemuseum Den Haag. Een gebouw dat bij de opening in 1935 veel reacties losmaakte. En dat tot op de dag van vandaag nog steeds veel besproken is. Niet alleen vanwege de opvallende zichtbare vormen en maatvoeringen, maar vooral ook vanwege de minder zichtbare technische toepassingen. Zoals de lichtval. Na 50 jaar is deze toepassing van het licht nog steeds actueel. En dus alle reden om de principes hiervan te handhaven. Ik geloof dat het niet goed zou zijn om de optimale mogelijkheden die we hier hebben gekregen met natuurlijk licht, daglicht, om die op te offeren ten gunste van TL-buizen en halogeenlicht. Je weet bovendien nog niet wat in de toekomst op dit gebied nog gevonden zal worden. Onbekend. Het is wel zo dat de kunstlichtverlichting die dikwijls tegenwoordig in musea wordt gebruikt, dat die veel te fel is. En het intense, maar toch veel getemptere daglicht, dat kan volgens mij niet geëvenaard worden. En er is alle redenen om de voortreffelijke verlichting die in dit museum aangebracht werd in de jaren 30, om die te handhaven, ten koste van alles. In 1985 werd het museum onderdeel van de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag en tevens erkend als monument. Een kunstwerk om kunst te bekijken. Door de museumdirecteur Hendrik Enno van Gelder en door architect Berlage de eerste ontwerpen voor de bouw aan de Stadhouderslaan gerealiseerd. Volgens de opdracht zou het gebouw een museum voor moderne kunst, een museum voor kunstnijverheid, een gebouw voor congressen en een stadsgehoorzaal bevatten. Deze gebouwen werden samen in één complex ondergebracht.
Het eerste ontwerp werd echter te kostbaar en te ambitieus geacht. Het plan werd dan ook afgekeurd. In 1927, bijna 10 jaar later, kreeg Berlage opnieuw de opdracht tot het maken van een ontwerp. Dit tweede voorstel was een afgeleide van het oorspronkelijke plan, zij het veel goedkoper en kleiner. Het plan werd goedgekeurd, waarna in 1931 werd begonnen met de bouw. Uitgebreide studie van Berlage en van Gelder ten grondslag. Niet alleen naar de architectuur, maar ook naar de indeling van ruimte en de daarmee samenhangende kunstbeleving. Voor Van Gelder was culturele vorming, in de zin van algemene beschaving, een zaak die iedereen aangaat. Het museum moest dan ook toegankelijk zijn voor alle lagen uit de samenleving. Het museum als instrument voor breed beschavingswerk. Een opvatting geheel in de lijn van de socialistische beweging in de jaren 20. Om een brede toegankelijkheid te garanderen, mag een museum de bezoeker niet vermoeien en moet het overzichtelijk zijn. Daarom dient het museum onder andere een bescheiden omvang te hebben. Geen grote zalen met enorme hoeveelheden kunst, maar sfeervolle ruimtes waar rust en kwaliteit overheersen.